AHC spelen natuurlijk in het traditionele oranje-zwart thuis tegen GVVV. De ploeg uit Veenendaal. Gevecht om een plek in de subtop. Eerste mogelijkheid in de wedstrijd. Maats met een goede reactie. Spies bijna met de openingsgoal. Maats, de reddende engel voor de ploeg van Diender. In Veenendaal wist GVVV te winnen. Vorig seizoen was AHC te sterk voor GVV. En Fatima kan net redding brengen. Want Latif stond klaar om de trekker over te halen. Goed blok. Reinders op zoek naar Van der Leij. Strijker. En zo is de ploeg van deze Diender ook een keer gevaarlijk. Pascal Diender. Oud-prof van Heracles. Nu de hoofdcoach van HHC al een tijdje. Foutje in opbouw bij HHC wordt meteen afgestraft. Het is doelpunt nummer 11 van Latif. Berends die speelt voor Mulder. Met de fout in de opbouw meteen afgestraft. En 10 minuten voor rust komt GVV op een 1-0 voorsprong. HHC dan. Nog voor rust orde op zaken stellen. Met Van der Leij bijna. Rust dan dus 1-0 in het voordeel van GVV. De blauw-witte. Getraind door Vink. En in de tweede helft. Met GVV. Lekker hard geschoten door Latif. Dan HHC met Reinders. Die snel. Ontzettend snel. Reinders nog steeds. Reinders voorbij alles en iedereen. En wordt dan gedwarsboomd. Nou, dit is dan wel de kans op de gelijkmaker. Oh, 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 oh. Strijker. Wil je ze nog mooier hebben vanmiddag op de Boshoek? Het ongeloof. Vorige week in de slotfase miste HHC ook al zoveel kansen. Strijker. Goed, Strijker. Nou, nu nog een medespeler vinden in de 16. En dat lukt dan niet voor Oldeweghuis. Fatima. Richting Bouws, aanname goed. Bouws ineens door. De voorzet. En Van Gouwen. De voorzet was van Strijker overigens. Dit is een fase dat HHC nadrukkelijk klopt op de deur bij GVV. Goed, goed gespeeld ook. Naar binnen. Ah, het is ook lekker. En Bouws. Oh, wat een kans weer. Wel een goede aanval. De Lange vindt Bouws. En de rechtsback heeft pech. Dit is Vink. Er nog niet gerust op dat zijn ploeg de 3 punten mee gaat nemen richting Veenendaal. Afvallende bal. Ineens geschoten. Door Zizowski. Dinworp. Tijd begint te dringen voor HHC. Fatima ook nadrukkelijk vaker mee naar voren. Als een soort van breekijzer. Fatima. Afleggen. Nou, nu dan. Gones. Nee. De invaller. De tweede helft in de ploeg gekomen voor Strijker. Ruimtes worden groter in de slotfase van de wedstrijd. Reinders, ja, waar naartoe? Oh, levert zomaar de bal in. Afleggen op Burgering en dan is het klaar. Nee, Sile. Waarom geef je die bal niet aan Burgering? Dan is het 2-0. En is de wedstrijd gedaan. 3 punten in de tas en klaar. Bij GVV in de slotfase George er nog bijgekomen. Hier in balbezit. De ervaren Leroy George. George met een goede bal richting Sile. Sile en daar komt HHC weer goed weg. In de omschakeling is GVV levensgevaarlijk. Nog een keer GVV. George kiest positie. Doet hij goed? Nou, nu dan. Nee, weer niet. Burgering mist de mogelijkheid. Maar GVV wint wel met 1-0 bij HHC.